De HAN onderzoeksprogrammalijn. Milieu. Energie. En water. Waar gaat dit thema over? Het gaat over het leren ontwerpen van geïntegreerde systemen. Om te wonen, werken en recreëren. Slimme watersystemen. Hoe om te gaan met natuurlijke bronnen van zonne- en windenergie. Het gebruik van biomassa. Het leren ontwerpen van slimme koude- en warmtesystemen. Onderzoek doen naar de natuurlijke bronnen van dit alles. Het gaat niet over auto's onder water. Of groen begroeide gebouwen. Of groene marmeren gebouwen. Groene auto's. Groene auto's? Nee, het gaat over milieu, water en energie neutraal leren wonen, werken en recreëren en daar onderzoek naar doen. De HAN heeft hier al een unieke positie ingenomen. In de regio, met onder andere Tennet, Nuon en Kema. We doen al uitgebreid onderzoek naar alternatieve energievoorzieningen voor de transportsector, maar ook voor de procesindustrie. Met dit thema maken we een krachtige combinatie van milieu, energie en water. Daarmee zetten we dingen in verbinding, laten we dingen stromen en we zetten dingen continu in beweging. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met onder andere de regionale opleidingscentra, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Wat doen we allemaal? We leren materialen hergebruiken in de bouw. We leren nul woningen te creëren, energie neutraal bouwen. Verbeteren van transportsystemen. Kennisontwikkeling in de transportsector. Ontwikkelen van energiezuinige auto's. Biosystemen. Biobrandstoffen ontwikkelen. Hoogspanningstechnologie in smart grid systemen, waarin energiebronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat alles leidt tot een prachtige kennisversterking, onder andere in internationale samenwerking met East Carolina University en Wuhan. Denk bijvoorbeeld hierin aan het smart traject bij autotechniek. In feite leggen we de basis voor onze nieuwe handopleiding, de brede bachelor technologie en samenleving. We creëren hiermee doorlopende leerlijnen voor de brede onderwijskolom. En sluiten aan op de post-HBO behoeften. Denk maar aan onze minor wind of de opleiding energiemanagement van productieprocessen of de opleidingen alternatieve aandrijvingen en intelligent construeren. Dit alles levert een maatschappelijke relevantie. Immers is niet meedoen op dit thema geen optie. En diskwalificeert de HAN als een serieuze kennispartner in de omgeving. We hebben al een groot aanbod aan betalende marktpartijen, waaronder de overheid. We werken al samen in Smart Grid met Kema en Nuon. We doen al dingen in het kader van Eureka en andere subsidieprogramma's. Provincie Gelderland en Raak rond dit thema. Ook hebben we al een heleboel partners. Samenwerking zoeken we instituutsgrensoverschrijdend binnen de instituten Built Environment, Applied Science, Automotive Technology, ICA en Engineering. Maar ook buiten onze eigen faculteit samen met Gedrag, Gezondheid en Maatschappij en Economie en Management. En extern met onder andere Van Hal Larenstein, Wageningen Universiteit en Research Center, Radboud Universiteit en verschillende technische universiteiten.
maar ook met bedrijven en overheden. Waarom dit thema? Nou, heel eenvoudig. We doen al veel en uniek op dit terrein, maar dat is nog sterk versnipperd. Dit thema gaat nu bindelen, verbinden en focussen. Daarmee bereiken we duurzaam niet zozeer in het woord, maar veel meer in het doen. We care.